Ik was de laatste tijd bijzonder gecharmeerd, maar eigenlijk tegelijk ook geprikkeld door de bijna messiaanse verhalen die ik hoor, zag en las over Cradle to Cradle. Cradle to Cradle is heel inspirerend voor politiek, voor burger en voor bedrijfsleven. Ik vond het eigenlijk moeilijk te geloven dat Cradle to Cradle amper was doorgedrongen tot de directiekamers van politiek en economisch Vlaanderen buiten enkele individuele initiatieven. Dit terwijl bijvoorbeeld in Nederland, Duitsland en zelfs China dit reeds een redelijk behoorlijk ingeburgerd begrip is geworden. Cradle to Cradle is in zijn uitgangspunten een zeer doorgedreven vorm van kringloop-economie. Teruggaan naar de bron, naar de materie waarmee we onze producten maken. Telkens opnieuw de vraag stellen waaruit de producten bestaan die we als producent op de markt gooien. En telkens onderzoeken of de kringloop niet nog beter, nog korter, nog milieuvriendelijker kan. Cradle to Cradle is fris, is positief en is mobiliserend. De overweldigende aanwezigheid op dit symposium, ook vanuit tal van grote en kleine bedrijven, is daar een mooi bewijs van. Maar is Cradle to Cradle wel even consequent te hanteren? Is de offensieve keuze voor eco-effectiviteit, zonder ook eco-efficiëntie voor ogen te houden, is dat wel vol te houden? Is er voldoende aandacht voor het energetisch, voor het sociaal en voor het transportaspect van deze toch wel zeer ingrijpende transitie? Ik kan nog verschillende vragen stellen, maar u hoort eigenlijk, geachte aanwezigen, dat ik met een positieve vooringenomenheid kijk naar dit project en deze vragen hopelijk in de loop van deze namiddag beantwoord krijg. Om die reden vatten we vandaag met een open geest de discussie aan en hebben we via de samenstelling van ons panel ervoor gezorgd dat er effectief stof voor discussie zal zijn. Maar mijn hoop, en allicht ook de uwe, is dat we straks, en ook al zijn we vandaag vrijdag de 13e, kunnen eindigen met een klaarder zicht, met een zicht op mogelijke valkuilen, maar vooral met een zicht op de grote opportuniteit die Cradle to Cradle ook in Vlaanderen kan betekenen. Sehr geehrte Herr Braungart, ich werde es mal kurz probieren auf Deutsch. Ich möchte Sie gerne einladen, während ungefähr 3/4 Stunde uns mit Ihrem Enthusiasmus zu überladen, damit wir danach weiter und mit noch mehr Überzeugung arbeiten können an die Vergrünung unserer flämischen Ökonomie. Ich lade Sie ein für die Präsentation. Danke.